Dit is zoals alle balken er initieel uitzagen. En vervolgens zijn we met een feun de verf eraf gaan branden. En dan kwam er een bloemenpatroon tevoorschijn. En dit was eigenlijk de eerste balk waar we mee begonnen waren. En zo komen met het verf vrijmaken van de rest van de balken steeds meer tekeningen tevoorschijn. Van honden, van herten en jagers. Ze vormen dus een jachttafereel. En ja, dan ben je heel blij en dan denk je dat we hebben iets bijzonders gevonden in de woning. De familie schakelt de hulp in van een kunsthistoricus. Ze willen weten hoe oud de tekeningen zijn. En zij ziet gelijk dat dit iets Unieks is. Zeker deze periode 1610, 1620, nou dat, het is een zeldzaamheid dat er dergelijke schilderingen nog zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat onderzoeken hoe de schilderingen het beste bewaard kunnen blijven. Dat ze een mooi plekje behouden in het oude huis is zeker. Wij willen dit zeker weten in onze woning houden. Ja. Dit is iets om heel trots op te zijn.